De eerste slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne worden morgen naar Eindhoven gevlogen. Dagenlang was er getouwtrek over het vervoer van de lichamen. Maar nu is het voor nabestaanden eindelijk duidelijk waar hun omgekomen familieleden naartoe worden gebracht. Zo'n 200 lichamen kwamen vanmorgen met deze trein aan in de Oekraïnse stad Kharkov. Daar zijn ook Nederlandse experts van het landelijk team Forensische Opsporing. In Kharkov vinden de voorbereidingen plaats, zodat identificatie in Nederland daarna ook zo goed mogelijk kan worden gedaan. Zodra een aantal slachtoffers klaar is voor transport, zal er een vliegtuig vertrekken naar Eindhoven. En op vliegbasis Eindhoven is verslaggever Albert Bos. Albert, wat gebeurt er met de lichamen op het moment dat ze daar in Eindhoven aankomen? Tom, de lichamen zullen hoogstwaarschijnlijk via de weg naar Hilversum worden getransporteerd. Daar zal ook de identiteit worden vastgesteld. Het is niet zo dat hier in één vlucht alle kisten met lichamen zullen zitten. Dat zal in verschillende fases gaan. Daar zal bijvoorbeeld ook deze Australische Boeing nog bij helpen die achter mij staat. En al is het alleen maar om het feit dat er natuurlijk ook nog lichamen op dit moment nog steeds in Oekraïne in het rampgebied liggen. Dus ja, het zal nog wel even duren voordat al die lichamen hier in Nederland zijn. Maar het is een enorme operatie. Hoe zit het met de voorbereidingen? Voorbereidingen worden hier goed getroffen. Vliegbasis wil natuurlijk alles tot in de puntjes geregeld hebben. Alleen al is het natuurlijk om het feit dat natuurlijk de hele wereld morgen mee gaat kijken. Er staan bijvoorbeeld al Poolse collega's van de televisie naast mij. Ik heb ook al Engelsen gezien. Het is hier heel erg druk wat dat betreft al. Ook in de regio worden voorbereidingen getroffen. We waren bijvoorbeeld vandaag bij een bedrijf dat een noodorder kreeg van 100 kisten die ze moeten leveren. Die zullen vanavond hier naar de vliegbasis gaan. En misschien wel met dit toestel naar Oekraïne worden vervoerd van de Royal Australian Air Force. Nou, verder vandaag op de vliegbasis ook nog activiteit van een Oekraïns toestel, een Antonov. Waar vandaan die kwam en waarheen die ging en waarom die überhaupt op Eindhoven Airport was, dat weten we niet. Nou, ligt daar naast de militairen natuurlijk ook de commerciële vliegbasis, Eindhoven Airport. Hoe zit het met al die vakantievluchten die daar morgen vertrekken? Eindhoven Airport verwacht geen problemen. Ze zegt ook, we hebben eigenlijk helemaal geen aanpassing hoeven te doen in het vluchtschema. Maar laten we heel helder zijn, Eindhoven is natuurlijk een militair vliegveld. Dus dat betekent dat elk militair vliegtuig voorrang heeft op een passagiersvliegtuig. Dus wellicht dat er nog wat vertraging op kan leveren, ook al zegt Eindhoven Airport van niet. Tom, wat je vandaag ziet is dat Brabant zich opmaakt voor de terugkomst van de slachtoffers van de vliegramp. Albert Bos in Eindhoven, dankjewel.